Alles wat jij vraagt, dan moet ik ja op zeggen. Oké, ik zeg, je moet op te dukken. Oké. Tijd voor een gloednieuwe... Oh, dat weet ik al, voor je wenkbrauwen. Hyperactieve, buitenaards hilarische kiddo. Dit is Skyler. Oké. En op een of andere manier lijkt het alsof Skyler uit een tekenfilm is komen lopen. Misschien kunnen we jouw haren kammen. Ik moet vandaag ja zeggen op alles wat Skyler wil. We hebben een papier nodig. En dan wordt natuurlijk één grote chaos. Nee, doe het nou niet. Oh mijn god. Ziet er mooi uit, hè? Ik maak hem opdrukken dan. 10 keer. 1. Je kan een beetje stoppen. 10, 11. Nee, 10 was de afspraak. Nee, 4. Hey, VS en 4! Je zei toch 4? Maar ik zei alleen maar 4. Ja, ik deed toch 4? Ik deed alleen maar 4, zei ik. Dit gaan wij maken. Oh, zo moet ie. En we mogen het met veren plakken. Ik mag doen wat ik wil. Oh, even vast hier. Oké, is goed. Ja, ik doe ik. Ver. Zo. Gewoon lekker alles gooien. Ja, vandaag mag alles, hè? Lijn. Wat mooi. Nou, niet mooi, want dit is wit. Hey, wil je meteen knutselen of gaan we eerst wat anders doen? Ik ga, denk ik, jouw haren verven. Ik heb nu al spijt van dit idee. Ik heb nog een idee. Dit is geen spijt. Okay. Misschien kunnen we jouw haren kammen. Wat? Nog een kamer? Nog een kamer? Nog een kamer. Is dit make-up voor wie? Voor iedereen die dat wil. Nou, jongens mogen dat niet. Nou, jawel hoor. Als jij mij make-up geeft en dan geef ik jou make-up. Nou, jongens mogen dat niet. Make-up! Heet je zus Nina? Nee, dat is niet mijn zus. Nina is mijn vriendin. Kunnen we er prima bij gebruiken. Oh, ja. Hij vond het en ananas diep in de zee! Dit ziet er echt niet uit. Ik heb pokerrols. Auw, in mijn oog! Ik denk wel dat je een vrij dure make-up in je handen hebt. Nee. Boeien. Want jij mag gewoon de make-up. Wat is dit? Een potlood. Voor wat? Ja, weet ik veel. Ik denk voor hier. Oké. Ja, het is voor hier. Nou, ik denk het niet hoor. Jawel, want mijn moeder heeft dat ook. Oké. De make-up moet er ook een beetje... Auw! Zoveel dingen heb je ook zin in. Maar ze moeten wel echt even opruimen. Want kijk dit hoe rommel. Inderdaad, Nina. Kijk dit hoe rommel. Ik probeer het even bij mezelf. Ja, je ziet er niet heel veel van, hè? Wat? Oh, dat weet ik al, voor je wenkbrauwen. Ah. Het is mijn dag vandaag. Zo, ja, het is wel een beetje beter, hè? Nee! Kijk, het gaat niet meer naar je oog. Nee, maar kijk, als ik het nou één keer zo doe... Skyler, mag ik heel eerlijk zijn? Het ziet er toch niet uit? Eigenlijk kan ik het niet zo goed. Gary! Hey, doe normaal! Stop! Kap! Kappen! Overal ligt glitter! Tieft allemaal op de grond! Nina, het spijt me. Als ik je halve make-up stash verkracht heb... het spijt me. Mooi! Ja, ik zei het toch. Ah, ik zei het al een keer! We zijn toch klaar? Nee, ik ben de baas. Ik weet niet of dit mijn kleurtje is. Oepsie. Oh, je ziet er echt niet uit. Ik heb nog nooit zo'n spijt gehad van een video-idee, weet je wel? Hallo? Hallo Nina! Zo! Mooi hè? Jezus, Kelsey. Ziet er mooi uit hè? Zo, oh, jij hebt ook mooie make-up op. We hebben niks gedaan. Nee, ik heb niks gedaan. Skyler, wat gaan we nou weer doen, joh? Verven. Misschien heb ik daar wel maar geen zin in. Nee, maar ja, maakt toch niet uit. Skyler, luister. Ik moet even wat met jou overleggen. Wij hebben natuurlijk net de make-up van Nina gepakt. Maar ja. Daar was ze niet zo blij mee. Misschien moeten we straks eventjes iets leuks voor Nina kopen om het goed te maken. Ik weet het al. Wat dan? Ijsje. Oké, gaan we dat straks kopen, ja. Ja, want Nina is nu een beetje boos. Maar eerst! Gaan we verven! Lekker! Oh, hier hangt ze! Pas op, gek! Gelukkig is deze ook rood. Hé, hey, welke kleur moet ik gebruiken dan? Je mag dan geel. Ik pak wel rood. Hé, hey, wat wil je laten worden? Bij de bijkorf, want mijn moeder
Ik werk daar ook, dus ik kom met mijn moeder meewerken. Weet je waarom we eieren aan het verven zijn? Nee. Het is bijna Pasen. Oh ja! Dat heeft mijn tante al gezegd. Oké. Ben je gek geworden, joh? Hé, hey, doe normaal, man. Je moet het ei verven. Hé, doe normaal. Kappen nou. Vind je mij nou mooi? Ik vind die van jou spuug lelijk. Ik vind hem helemaal mooi. Helemaal mooi. We hebben een papier nodig. Hoe, waarom hebben we nou een papier nodig? Ja, omdat ik wil mijn hand af. Oké, dan pak ik een papier. Ja, ik doe het even maar. Oh, nee. Helemaal mooi. Eeuw, ik had een scheetje gelaten. Oké, hand erop. Klaar. Nou, dat is prachtig. Normaal gek. Wat heb jij nou gedaan? Normaal gek. Dat is niet de bedoeling. Handen omhoog. Handen omhoog. Doe normaal. Hé. Hey. Kappen nou. Nee, doe het nou niet. Het is niet goed dan. Je weet wel dat je hele hasses rood is, hè? Wat? Skyler, dan ben je pas een uurtje en hebben we er nu al een zooi van gemaakt. Oepsie. Ja, en wie moet dat opruimen? Jij. Dit is een hoesje. Huh? We hebben toch een telefoon nodig? Ja, dit is mijn telefoon. Is dat je nep of je ouder? Gewoon mijn telefoon. Heb je neppen? Nee, dit is mijn telefoon! Hoppa! Oh, ook een hamer. Huh? Kunnen we met een hamer opslaan? Hey! Hè? Hekkie. Kijk, dit is de iPhone. Gaan we dat kapot slagen? Jij mag hem kapot slagen. Ja! 5 minutes later. Nou, ik ben inmiddels weer schoon. Jij ook een beetje? Ja. We zien er weer een beetje normaal uit, hè? Ja. Dit is een hoesje van Mobile Fox. Oké, wacht. Even tussendoor. Mobile Fox heeft zieke hoesjes voor je telefoon. Het hoesje beschermt je telefoon vanaf 3,5 meter hoogte. Hoppa! Ziek, hè? En bij elk hoesje krijg je ook nog een gratis screen protector. Hey. Vet handig, hè? Tot en met 5 april krijg je 33% korting op elk hoesje. Wat? Nou, je kan het allemaal raden. Skyler en ik doen even de ultieme test. Blijkbaar kun je deze gewoon laten vallen, gooien, alles, en dan gaat hij niet stuk, dankzij het hoesje. Nee! Wat? Hey. Doet hij het nog? Ja. Doet hij het nog? Ja. Moet je nog harder. Jee! Wow, dat was wel hard. Is het echt? Ja, is echt. Pas op, het is echt. Grapje. Tijd voor avontuur. Oké. Okay. Hey Skyler, heb jij ook een broertje of een zusje? Nee. Zou je dat wel willen? Ja. Ik heb alleen maar visjes. Wat heb je? Alleen maar visjes. Oh, visjes. Ja, dat kan ik. Maar daar kun je niet mee spelen. Heb je liever een broertje of een zusje? Een zusje. Waarom heb je liever een zusje? Nou, omdat... Oh, ze wil even naar de school. Wow! Als je nou even hierop gaat staan, hè? Hier is de telefoon, hij doet het nog steeds. Hij doet het nog. En hoppa! Oeh, die klonk niet goed. Hij is helemaal niet gek! Je kunt ook vragen of iemand er even overheen rijdt met de auto. Nice. Je legt hem gewoon op de weg neer. Kijk of mensen er overheen rijden. Kijk, gaan we hier staan? Jeff. Ja. Ja. Maar hij is niet op stuk. Die reed er volledig overheen. Hij doet het gewoon nog. Zie je dat? Hey. Zo, je wil hem echt kapot hebben, hè? Maar het lukt ons niet. Dan is het een goede test. Ze durven niet eroverheen te rijden. Hij mag wel! Oké, Skyler, leg maar neer. Leg hem maar voor. Ja. Ja, klonk niet goed. Hij is stuk! Oh, maar die ziet er een beetje lelijk uit. Maar het is wel gelukt, hij is wel stuk. Ja. Lekker, high five! Lekker! Hij is helemaal kaduuk. Maar we moesten hem wel 8000 keer gooien en 4 auto's eroverheen en dan was hij pas stuk. Het is wel een goed hoesje, toch? Ja. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? We gaan ijsjes eten.
Oké, we gaan ijsje. Wat voor ijsje wil je? Ja, dat weet ik nog niet. Maar wil je een waterijsje of wil je met zo bolletjes? Met zo bolletjes. Hé, weet jij wat een boerderij is? Ja, daar zitten heel veel dieren. En wat doen die dieren daar? Nou, ze gaan dan eten en dan gaan ze dan ook lopen soms. En dan gaan ze, middag gaan ze dan in hun huisje en dan gaan ze daar slapen. Wat doe jij nou? Wat voor geluid maakt een koe? Mee. Wat voor geluid maakt een schaap? Mee. Wat voor geluid maakt een kip? Kak. Lekker bro. Lekker. Als je wil nou lijken, kijk dan maar. Zijn we weer hoor. Nou, gezellig. We willen even een ijsje. Mag je alles kiezen? Ja, mag gewoon aanwijzen. Ik heb mijn camera's leeg, dus ik heb even de andere camera gepakt. Mijn cadeautje. Dat is niet, dat was toch niet nodig? Wel, dat ga je vast wel lekker vinden. Oh! Ja! Waar heb je dit vandaan? Nou, van de ijssalon. Heb jij al wel eentje gehad? Ja, maar ik wil er nog eentje. Misschien zullen we hem samen delen dan? Ja! Oh, smullen! Ja, we voelden ons een beetje schuldig dat we de make-up hadden gestolen hè, vanochtend. Maar toen zei ik, we hadden het even moeten vragen. Maar wat zei jij toen? Nee! Wat? Oh ja, dit was ook nog gebeurd. Nee, dit is echt een grapje. Hoe is dit gebeurd? Auto. Waarom heb je je eigen telefoon gedaan ook? Waarom niet een proeftelefoon? We moeten gewoon proberen. Hey Skyler. Ja? Vond je het wel een beetje leuk vandaag? Ja. Kom maar naar boven. Hé, hey, moet je kijken. Kijk hier joh. Die man is. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.